Het Vrijheidsmuseum maakt zich klaar voor Kristallnachtherdenking. De gebeurtenissen van 1938 zijn helaas actueler dan ooit. En ik snap dat gezocht wordt naar de koppeling met de actualiteit, maar zo zien wij het niet. Wij herdenken dit omdat het een verschrikkelijke gebeurtenis was die ook historisch gezien erg belangrijk is geweest. En verder in het nieuws vandaag. 350 ton wegend botenhuis wordt versleept over de Waal. En Kandinsky College krijgt eigen rolstoelbus voor leerlingen van Monnikenskap. In de nacht van 9 op 10 november 1938 lichten door heel Duitsland de straten op in een onherspellend licht. Ruim 1400 synagoges en Joodse gebedsoorden gingen in vlammen op. Ook duizenden winkels werden vernield en honderden Joodse mensen werden vermoord of tot zelfmoord gedreven. De volgende dag begonnen grootschalige deportaties naar concentratiekampen. De razzia's in de nacht wordt ook wel de Kristallnacht genoemd. Het Vrijheidsmuseum herdenkt deze nacht zaterdagavond. Tijdens de herdenking van zaterdagavond wordt onder meer de documentaire Razzia 42 vertoond. Die gaat over Nijmegen, de grootste razzia in Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog. En die documentaire laat een aantal persoonlijke verhalen daarin zien. En we laten de documentaire zien. We gaan daarna in gesprek met de makers van de documentaire. Over de achtergronden, ook waarom er bepaalde keuzes gemaakt zijn. Dat doen we. Dat is een deel van de avond. En professor Mark van Berkel, bijzonder hoogleraar Holocaust-educatie, geeft ook een lezing over Holocaust. Verwacht u dit jaar een extra levendige lezing gezien de actualiteiten? Hij is altijd levendig. Nee, wij doen dit, ik zei net al, we doen het ook al flink wat jaar, al meer dan 20 jaar. En ik snap dat gezocht wordt naar de koppeling met de actualiteit, maar zo zien wij het niet. Wij herdenken dit omdat het een verschrikkelijke gebeurtenis was die ook historisch gezien erg belangrijk is geweest. En dat is de reden voor ons om die avond te organiseren. We beginnen dus inderdaad met de lezing van Mark van Berkel. Daarna vertonen we de documentaire. En daarna gaan dus Mark van Berkel, de documentairemakers en het publiek met elkaar in gesprek. Dat is ons programma van morgenavond. Ik zag wel dat het publiek van tevoren zich moest aanmelden. Ja. Wat voor publiek verwacht u? Of is het misschien ook de ervaring van vorig jaar? Ik heb natuurlijk even door de namenlijst gekeken, want daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. Ik zie een aantal bekende namen, mensen die vaker bij ons zijn, omdat ze gewoon ons onderwerp en ons thema interessant vinden en een warm hart toedragen, zeg maar. Ik verwacht dat dat het publiek zal zijn. Ja. Het publiek dat al kennis heeft van de Kristallnacht. Ja, of in ieder geval, of de kennis heeft. We gaan niet inhoudelijk over die nacht. We gaan niet die nacht reconstrueren of wat dan ook. Nee, we zien het als een herdenking, als moment om stil te staan bij dat punt in de geschiedenis. Dus het is geen uitgebreide educatie over de nacht zelf. Nee. Er is wekenlang flink gebouwd aan de nieuwe boothuis van roeivereniging De Waal in Nijmegen. Het gevaarte van ruim 350 ton lag tot vandaag aan de vroegere stijgers van asfaltproductie Nijmegen. De fabriek die momenteel wordt gesloopt. Vanmiddag vond de reis naar de eindbestemming plaats op de Spiegelwaal. Het is absoluut een spannende dag. Ja. Dit zijn toch grote gebeurtenissen voor de roeivereniging. Hier hebben we jaren naartoe gewerkt. Want jarenlang had de roeivereniging geen eigen boothuis, maar moesten de boten vanuit een loods achter de dijk naar het water gesjouwd worden. Ja, dat was behoorlijk sjouwen met boten vanuit de loods over de weg, over de dijk heen en dan naar het water. Dat was echt een klus. Was je al moe voordat je ging roeien? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Sommige mensen zagen er ook zo tegenop dat ze het dan maar even af lieten weten. Maar zo'n botenhuis van 350.000 kilo sleep je niet zomaar naar zijn nieuwe plek. Ja, daar komt wel bij kijken. Er worden hoge eisen gesteld door de verzekering. Er zitten allemaal pompen aan boord voor het geval er water binnenkomt binnen. En we moeten ook wachten dat er rustig scheepverkeer is, anders mogen we niet oversteken. Dus dat is best nog spannend allemaal. Net zo spannend was het voor de roeivereniging om toestemming te krijgen voor een eigen botenhuis. Daar zijn wij 7 jaar mee bezig geweest. Eerst wijziging bestemmingsplan en daarna nog een reeks van vergunningen. Tot en met gisteren aan toe de laatste vergunning. Het is echt ongelooflijk wat je daarvoor moet doen. Dus dat slepen valt nog mee, maar dat papierwerk, dat is pas bikkelen. Ja, bijna wel. Ja. Ja, dit is het leuke werk en dat andere werk, dat is het bikkelwerk. Ja, dat is echt zo.
Een ontwikkelaar van tijdelijke woonconcepten is van plan om internationale medewerkers te huisvesten op het bedrijventerrein Park 15 in Oosterhout. Op het bedrijventerrein naast de A15 werken veel medewerkers, waaronder ook internationale medewerkers. Ontwikkelaar Kafra Housing wil daarom 3 tijdelijke gebouwen plaatsen voor in totaal 275 personen. Hiermee wordt zowel invulling gegeven aan de lokale opgaven en behoeften als geanticipeerd op het lokale en regionaal beleid. De gemeenteraad van Overbetuwe bespreekt het initiatief naar verwachting op 17 december en beslist er op 14 januari over. Een 41-jarige man uit Nijmegen en een 35-jarige Arnhemmer stonden donderdag voor de rechter. Beiden worden verdacht van het oplichten voor tienduizenden euro's van hun slachtoffers, waarbij ze zich voordeden als politiemedewerker. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. De rechter besloot dat de 35-jarige hoofdverdachte langer vast blijft zitten en de 41-jarige man uit Nijmegen, die al tijdelijk onder voorwaarden vrij was, nu ook zonder enkel band de straat op mag. De 2 verdachten zouden hebben toegeslagen in onder andere Beuningen, Nijmegen, Elst, Arnhem, Duiven en Bemmel. De Nijmeegse Toos Bastiaansen heeft gisteren de erepenning Nederlandse lokale publieke omroepen ontvangen. Toos is al sinds 1984 intensief betrokken bij de landelijke organisatie van de lokale omroepen, zowel bij de OLAM als bij de NLPO. Na meer dan 40 jaar voor de sector te hebben gewerkt, gaat zij nu met vervroegd pensioen. Ze ontving de erepenning vanwege haar grote betekenis voor de lokale omroepsector en de sectororganisatie NLPO. De erepenning wordt uitgereikt tijdens het afscheid van Toos met oud-collega's, familie, medewerkers van lokale omroepen en bekenden met wie zij de afgelopen jaren heeft samengewerkt. Voormalig directeur-bestuurder van de NLPO, Mark Visch, reikte de erepenning uit. Volgende week komt Sinterklaas weer aan in het land en ook in onze regio. Op de ene plek komt hij met de boot, op de andere plek met het paard, de trein of gewoon lopend. Onze redactie heeft 40 Sinterklaas-intochten in onze regio op een rijtje gezet. En op onze website rn7.nl lees je welke dit zijn en waar en wanneer ze allemaal plaatsvinden. Leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte hebben vaak moeite om mee te gaan op schoolreisjes of andere uitstapjes. Het vervoer zoals een gewone bus laat dat namelijk niet toe. Het Kandinsky College in Nijmegen heeft hier nu een oplossing voor. Een elektrische rolstoelbus. Deze bus biedt leerlingen met een beperking de mogelijkheid om vervoerd te worden. Leerlingen van de Monnikenskap, de afdeling voor speciaal onderwijs binnen het Kandinsky College, zijn hier erg blij mee. Het Kandinsky College is nu eindelijk voorzien van een goed vervoersmiddel voor leerlingen met een fysieke beperking, namelijk de rolstoelbus. Ze willen deze bus al een langere tijd aanschaffen, maar nu is het eindelijk zover. Ja, wij zijn bij het Kandinsky College heel erg voor inclusief onderwijs. En inclusief onderwijs betekent dat alle leerlingen overal aan mee kunnen doen. Lessen, maar ook dingen buiten de school. Dus zo'n bus maakt het voor ons mogelijk dat alle leerlingen heel makkelijk overal mee naartoe kunnen. Deze bus gaat vooral ingezet worden tijdens excursies en andere uitstapjes in en rondom Nijmegen. De bus kan gereserveerd worden door docenten en dan kunnen de leerlingen die deze bus nodig hebben er gebruik van maken. Nou, we hebben excursies in en om Nijmegen, bijvoorbeeld naar de Fasim hier. Nou, als we dat organiseren, dan kunnen docenten vrij makkelijk zelf de bus reserveren. De leerlingen kunnen erin rijden die er gebruik van willen maken en we rijden er naartoe. Ouders, leerlingen en docenten reageren razend enthousiast op de komst van de bus. Dit maakt uitstapjes een stuk gemakkelijker voor iedereen. Hele enthousiaste reacties. Want we wilden eigenlijk al heel lang een bus, maar we hebben dan toch ook sponsoren nodig die hier gelukkig hier achter staan om het mogelijk te maken. Dus het heeft best wel wat tijd gekost. En iedereen is super enthousiast, want iedereen heeft er gewoon heel veel zin in om samen op pad te gaan. Ook Sandré, een leerling met een fysieke beperking, is erg blij dat de bus er nu eindelijk is. Het is heel fijn, het biedt veel nieuwe mogelijkheden. Vooral als we natuurlijk activiteiten buiten school gaan doen. Dan hoeven we niet zorgen te maken als leerling om een taxi te regelen om weer terug te gaan naar huis. Of op een andere manier thuis te komen. Dan kunnen we gewoon met dit ding of terug naar school gaan om daar worden opgehaald. Of gewoon direct naar huis. Dus het is heel fijn. Sandré mocht de bus als eerste uittesten. En aan dat gevoel kan hij wel wennen. Het was wel bijzonder. Ik vond het wel een mooie gelegenheid om te doen. Ik vond het leuk.
Somber en kil, dat is de samenvatting van het weer op dit moment. Het blijft vanavond overwegend bewolkt en het wordt nevelig. En de temperatuur ligt vannacht tussen de 3 en 6 graden. Morgen is er veel bewolking, maar lokaal kan de zon toch nog even doorbreken. De wind is zwak tot matig en draait van het zuidoosten naar het zuidwesten. Hierdoor gaat de temperatuur iets omhoog. Zaterdag wordt het al zo'n 9 graden, zondag al 12 graden. De nieuwe week start maandag met buien en een zachte 13 graden. Later in de week is het vaker droog, maar wordt het ook weer kouder. En dit was het RN7 regionieuws van vrijdag 8 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of natuurlijk in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update en wij zijn er maandag weer. Dus voor nu wens ik je een heel fijn weekend en graag tot dan.